Ajax is deze week op trainingskamp in Oostenrijk in Bramberg am Wildkogel wel te verstaan. Onze clubwatcher Freek Jansen is natuurlijk ter plekke. Freek, hoe is het deze week daar? Goedemiddag, Matthijs. Ja, nee, het is prima. Het is prima vertoefie. Het is eigenlijk al een paar dagen geweldig weer. Hoewel de weersvoorspellingen zo waren dat het elke dag zou gaan regenen. Was ochtends vroeg, dus 's avonds laat ben ik nu 2 volledige dagen. En ik heb alleen maar zonneschijn gezien, zoals je ook om me heen kan zien. En ja, geweldige mooie omgeving. Echt Oostenrijks landschap. Besneeuwde bergtoppen in de verte en Alpenweides. En ja, uitstekende omstandigheden voor Ajax om zich te prepareren op het nieuwe seizoen. Hier een paar kilometer verderop hebben ze een trainingsveld. En elke dag reizen met de mountainbikes het dorp door. Bramberg en Wildkogel richting dat trainingsveld. En ja, daar wordt flink gewerkt, flink fysiek gewerkt om de boel nog fitter te krijgen. En vooral ook, denk ik, het voetbaltechnische gedeelte. We zijn al een paar weken onderweg. En ja, de selectie is nu vrijwel helemaal compleet. Dus dat maakt het ook voor de technische staf aantrekkelijk deze week. Ja, laten we eens wat transferzaken bij Ajax bespreken. Jij hebt uitgebreid gesproken met Mark Overmars. Hoe was dat gesprek? Meestal gebeurt dat tijdens trainingskampen. Dan neem je met de technische directeur even een beetje lopende zaken door. Dus er gaat veel over spelers. Hè? Wie staan om nominatie om te komen, om weg te gaan? Ja, hoe staan dingen er op dit moment concreet voor? En dat hebben we gisteren eigenlijk dat is gisteren besproken. Dat hebben we vanochtend vroeg ook op VI Pro gepubliceerd. En daar geeft hij eigenlijk een inkijkje een beetje in de stand van zaken op dit moment bij Ajax. Ajax wil het contract verlengen van Lisandro Martinez en Nusayir Mazraoui, hè? Ja, daar ging het onder meer over. Je hebt natuurlijk een hele categorie spelers, ja, waarbij ze kijken wanneer lopen ze uit contract. Nou, Mazraoui is bijvoorbeeld eentje die loopt volgend jaar af. Nou, dan ben je sowieso al een interessant te spelen voor de club om te kijken, oké, hoe kunnen we het openbreken? Nou, die gesprekken lopen al een tijdje. Nog altijd geeft Overmars gisteren ook aan dat de intentie absoluut is om met hem door te gaan. Ze nemen een hele aantrekkelijke speler. Een speler die ook naar het niveau kan toegroeien van Daley Blind, van Dusan Tadić. Ze heeft natuurlijk wat pech gehad de afgelopen seizoenen met blessureleed. Is nu weer topfit en is gewoon een prima speler. En ze hopen dat ze er financieel met hem uit kunnen komen. En dat ze Mazraoui op die manier langer vast kunnen leggen. Ja, goede zaak voor Ajax, neem ik aan. Ja, absoluut, absoluut. Ik denk als je kijkt, helemaal als het sprookjesteam van 2018-19 erbij pakt, dan is Mazraoui een van de weinige spelers die naar over is gebleven. Maar die daarna dat ook een beetje heeft gekwakkeld. Maar als eenmaal topfit is dat gewoon een prima speler die inderdaad, wat Overmars terecht zeggen, ook nog wel kan groeien. Dus dat ziet er positief uit. En de andere speler is Lisandro Martinez. Waar ze mee in gesprek zijn, hebben ze 2 maanden geleden een aanbieding gedaan om het contract open te breken en op te waarderen. Hij heeft nog wel een langdurig contract hoor. Hij heeft nog 2 jaar en een optie van nog een jaar. Dus hij ligt qua duur tot 2024 vast. Dus het is niet zo dat ze daarmee haast moeten maken. Maar ze willen ook wel een teken van waardering aan hem geven door dat contract voor hem aantrekkelijker te maken. En dat ligt bij het kamp Martinez volgens Overmars. En ook dat daar ook binnenkort ontwikkelingen zijn. Ja, bij wie er altijd nog een vraagteken boven het hoofd hangt is André Onana. Hè? Wat is nu de situatie op dit moment? Ik vond Mark Overmars best uitgesproken in jouw interview met hem. Ja, we hebben het daar inderdaad ook uitvoerig over gehad. Ook omdat het natuurlijk blijft echt wel een hoofdpijndossier. Hè? Overmars noemt het zelf een dramatisch dossier, dat kan ik me ook wel voorstellen. Hij gaf ook aan, hij heeft met het verleden natuurlijk ook bij Go Ahead Eagles gewerkt. Overmars heeft een rol gehad en meer dan 300 transfers wel voorbij zien komen. Ja, dit blijft een heel aparte transfer, omdat hij loopt ook in 2022 uit zijn contract. Maar goed, komend jaar, hij heeft natuurlijk al een tijd niet gespeeld. Komend jaar kan hij ook in de grote deel niet spelen. Hè? Vanaf 4 november is hij pas inzetbaar voor wedstrijden. Nou, er is nog een Afrika Cup die hij zelf heel doorgaans mee wil doen. Ja, dus Ajax heeft met hem al een tijd geleden geprobeerd het open te breken. Is niet gelukt, dus hoopt Ajax hem deze zomer te verkopen. Maar ja, wat is dan het bedrag waar je op uitkomt voor een speler die je niet direct in kan zetten? Ja, en dat maakt wel een hoop onderhandelingen, brengt dat wel met zich mee. En we hebben vorige week ook bericht over een Piglion, was heel concreet. Maar die wilde qua bedrag nog veel lager inzetten dan Ajax voor ogen heeft. Dus ja, deze afgelopen week is dat de radio stilte geweest. Hebben we geen contact meer verder gehad met elkaar. En het is gewoon denk ik voor alle partijen, dat liet Overmars ook het doorschemen. Het beste als Onana deze zomer een transfer maakt. En ergens gewoon weer eigenlijk gewoon blauw kan beginnen. En Lyon zal voor hem een topclub zijn met Peter Bos, een trainer die hem kent. Die hem heeft laten debuteren in Ajax 1 en die hem ook, ook heel hoog heeft zitten. Maar goed, Overmars geeft terecht aan, wij willen niet aan de slechte kant, dat de slechte kant bij ons valt. Dat we en financieel er eigenlijk bijna niks aan overhouden. En dat die vertrekt.
Dus op dat vlak wordt de dag interessant om te kijken hoe dat de komende weken vorm moet gaan krijgen. Ja, je noemde de wens van Onana al om mee te doen aan de Afrika Cup. Ik vond het wel opvallend wat Mark Overmars daarover zei. Het kwam er eigenlijk op neer dat hij vond, ja, je kan het eigenlijk niet maken tegenover je nieuwe club om mee te doen aan de Afrika Cup. Nee, en dat gaf hij gelijk aan, dat is meer een beetje vanuit onze perceptie. Een speler mag er anders over denken, maar ja, nee, dat, volgens mij is dat voor iedereen wel duidelijk. Volgens mij als jij vanaf 31 januari geen wedstrijd meer hebt gespeeld en dan wil een clubje overnemen en je mag, kan de eerste maanden ook al niet spelen. En dan snap ik in de Afrika Cup, dat is heel fantastisch voor een speler. En ook, volgens mij ook nog wordt het in Cameroen gehouden. Dus die afweging zit er ook nog bij. Maar goed, dus dat gaf de Overmars ook wel aan van ja, dat als je dat dan kan laten vallen, waardoor een transfer wel sneller rond gaat komen en jij wel je gewilde club hebt, ja, dan zou dat een concessie kunnen zijn natuurlijk voor een speler. Overmars was ook heel stellig over Anthony, hè? Die mag absoluut niet vertrekken bij Ajax. Nee, daar ging het daar ook even over. Het is natuurlijk de afgelopen week best wel veel verschenen over Edson Alvarez met de interesse vanuit Stade Rennes. Over Anthony met de interesse van ja, dat zijn naam bij Bayern München zou zijn gevallen. Maar goed, daar was Overmars wel duidelijk over. Allereerst over Anthony, van ja, die is pas een jaar bij ons. Wij hebben het traject dat we toch spelers 3, 4, 5 jaar bij ons willen hebben. En dan gunnen we ze ook en dan snappen we ook dat ze een stap vooruit willen maken. Zij zien nog zoveel groeipotentie in Anthony bij Ajax. Dat we op dit moment gewoon achter zijn namen niet te koop hebben staan. En, nou ja, over Alvarez zei hij ook wel opvallend een no-go. En dat vind ik toch wel opvallend, want Stade Rennes had niet met een bot bij Ajax aangeklopt. Maar hij begreep wel dat de interesse concreet was. Dat zij ook wel hoger dan de 16 miljoen wilden gaan. Dus de 16 miljoen wat Ajax, of 15,5 volgens mij, wat Ajax betaald heeft voor Alvarez. Niet altijd baasspeler geweest. Maar goed, Overmars gaf aan van ja, misschien verklaren jullie, ja, worden we wel voor gek verklaard over een jaar. En dan zegt iedereen, oh, je had hem voor dat bedrag moeten laten gaan. Ja, wij zien Alvarez nog steeds een hele belangrijke schakel. Dus we willen hem ook niet kwijt. En nou ja, dat maakt op zich wel interessant. Dat kan misschien ook deels onder andere tactiek zijn, dat weet je nooit. Want de transfermarkt is al een tijd open. En ja, ik kan me Arek Milik ook nog wel herinneren bij Ajax. En jaren geleden dat er zelfs een persbericht uitging of niet, op de site stond van Ajax, van Arek Milik blijft bij Ajax, hij gaat niet weg. En volgens mij een week later was die verkocht aan Napoli voor 30 miljoen of zo, voor een waanzinnig bedrag. Dus ja, ook niet naïef zijn. Voor een mooi bedrag is elke speler te koop. Alleen de intentie vanuit Overmars, vanuit Ajax, is wel om deze groep zoveel mogelijk bij elkaar te houden. En of je het nou over Anthony hebt, over Edson Alvarez, of in dit geval zelfs Tagliafico, daar heeft hij ook gewoon hoop op dat hij gewoon bij Ajax blijft. Ja, wie mogen er van Ajax wel vertrekken? Moet je dan denken aan spelers als Ekkelenkamp en David Neres? Het was aan het einde van vorig seizoen dat Ajax al aangaf van dat Neres een van de spelers is, ja, waarbij een transfer deze zomer wel in lijn der verwachting ligt. Is ook niet gek. We hadden het net over het traject van spelers die langere tijd bij Ajax zitten. Nou, Neres zit al 4,5 jaar bij Ajax. Heeft alles meegemaakt, is inmiddels weer fit. Heeft oren na een transfer, wil een stap maken. Nou ja, en met Berghuis, met Anthony, met Neres heb je eigenlijk 3 spelers die allemaal het liefst de rechtervleugel voorin willen bezetten. Ja, dan heb je er eentje over. Nou ja, en Overmars gaat wel duidelijk signaal aan van die 3. Dan is Neres de speler die zal vertrekken. Alleen, dan moet er wel een club voorbij komen die financieel aan het plaatje van Ajax voldoet. En die sportief en financieel aan het plaatje van Neres voldoet. En dat is op dit moment nog niet het geval. Maar de hoop en de verwachting is dat in de komende weken, tot 1 september, wel zal gebeuren. Want ja, met 3 spelers heb je er gewoon 1 te veel voor 1 positie. En dan heb je daarnaast nog eigenlijk al wat je aangeeft. Nou, daar ging het ook over. Die heeft ook nog 1 jaar contract. Daar hebben ze in het begin nog over mee gezeten om dat te verlengen en dan te verhuren. Dat is op niets uitgelopen. En hij schreef heel eerlijk aan van, joh, we kunnen hem erbij houden. Alleen, hij zit nu al een paar jaar erbij. Al een paar jaar is hij eigenlijk 12, 13, 14 man. Vaak mocht hij ook niet invallen of heel kort spelen. Ja, om nu weer een heel seizoen op die manier in te gaan vullen, dacht Overmars eigenlijk wel mee met de spelen. Ja, dus ze hopen en ze denken dat daar in de komende periode dat tot een transfer gaat komen. En daar hebben we wel wat clubs geïnformeerd. Het ABC is er onder meer eentje van. En, maar ja, Overmars gaf aan dat de voorkeur van Ekkelenkamp uitgaat naar een club in het buitenland. Dus dat zal dat we het even afwachten de komende periode. Ja, je noemt de naam van Steven Berghuis ook. Hoe manifesteert hij zich deze week in Oostenrijk? Ja, hij maakt een prima indruk. Ja, het is ja, eigenlijk, kijk, het voordeel van hem is denk toch wel, hij met Oranje is hij weg geweest. Nou, daar hebben we natuurlijk 5 spelers. Klaassen, Timber, Stekelenburg, Gravenberg.
Blind, die waren natuurlijk ook daar mee. Dus ja, daar is hij ook wel dagelijks mee opgetrokken. Ja, ja, die ziet hij nu hier ook weer elke dag. Dus het is niet zo dat hij nu helemaal in zijn eentje bij een nieuwe club komt. En nou ja, iedereen kent de kwaliteiten van Berghuis. Hij zal zijn plek hierin moeten gaan vinden. Ook in de hiërarchie. Het niveau is natuurlijk wat hoger dan hij gewend is. En ja, op dat vlak denk ik dat hij wel... wel zijn weg zal vinden, want ja, hij maakt de trainingen gewoon een prima indruk. Er zijn natuurlijk altijd veel talenten mee, hè, op zo'n trainingskamp. Wie vallen erop? Nou, er zijn inderdaad vijf tieners mee, eigenlijk vijf talenten. Dat vind ik ook sowieso wel een mooi verhaal. Eigenlijk. Dat Ajax, dat onder Ten Hag en Overmars stimuleert het ook heel erg. Tijdens de voorbereiding, de eerste week van de voorbereiding, er zijn echt heel veel internationals afwezig. Er zijn heel veel talenten, jong Ajax. Eigenlijk iedereen krijgt de kans. Een paar weken de tijd, in wedstrijden, op trainingen, dagelijks. Houdt Ten Hag en de staf dat heel nauwlettend in de gaten. En je kunt eigenlijk een soort kwalificatiesysteem. Want je kunt tijdens die weken kun je ticket verdienen voor Oostenrijk. Dat je op het trainingskamp, als echt bijna iedereen er weer bij is. Dus de grote jongens allemaal. Dat je dan als talent daarbij bent. En dat vind ik heel interessant om te zien hoe dat gaat. Hè. 3 jaar geleden was Masrowi die opviel. 2 jaar geleden was Dest die opviel. Vorig jaar Rens. Er waren echt talenten die eigenlijk vanuit het niets zichzelf wisten te profileren. Nou ja, en als je dan kijkt, dan, wie zijn er nu bij hier in Oostenrijk? Nou, Juri Baas, linksback, maakt een uitstekende indruk. Echt helemaal nieuw op dat vlak. Juri Regier, die heeft er wel verleden natuurlijk ook bij Ajax in de jeugdteams. Viel die ook wel op, die is erbij. Marta, een snelle aanvaller, rechtsbuiten is erbij. Kenneth Taylor is inmiddels bekend gezicht. Hè. Vorig jaar was die hier ook al bij, maar veel jong Ajax gespeeld. Maar die mag, vind ik, echt een uitstekende indruk maken. Dus die valt op die manier op. En Fitz Jim is inderdaad ook een talent. Verdedigende, controlerende middenvelder. Ja, je ziet gewoon 5 talenten erbij zijn. En dat vind ik wel mooi. Tussen Tadić en Allaire en Blind en Klaassen. Tussen alle grote jongens. Is dat toch wel een mooie ontwikkeling om te zien. Dat ze ook nog wel het absoluut oog hebben voor eigen talent. En die echt wel de kans krijgen. Het dwaait een beetje, hè, daar geloof ik. Was dit te doen? Ik begin onze gesprek omdat het hier zo mooi weer is. Maar volgens mij eindig ik zo dat ik midden in een onweersbui en een soort tsunami terechtkom. Dus, maar goed, dat zijn wel spannende tv's dat, hè? Ja, zeker. Hey, Freek, tot slot. Ajax oefent later deze week tegen Red Bull Leipzig, hè? De club van Brian Brobbey. Is dat nog iets waar men naar uitkijkt? Ja, zeker. Kijk, dat is wel het leuke. De trainingskamp is begonnen met een wedstrijd tegen Bayern München op zaterdagmiddag. Dat 2-2. Daarna zijn ze afgereisd naar beneden. 2 uurtjes van München vandaan hier in Salzburgerland. En dan eindigen ze komende zaterdag om 4 uur tegen Red Bull Leipzig in een klein dorpje op het grensgebied Oostenrijk-Duitsland. En daarna vliegen ze terug naar Nederland. Dus het is wel echt toewerken. Het is veel uren maken op het trainingsveld. En dan is zo'n wedstrijd tegen Red Bull Leipzig wel, denk ik, een clash om je op te verheugen. En inderdaad ook het weerzien met Brian Brobbey. Ja, is dat nog iets bijzonders of leeft dat niet echt? Nou, ik heb niet het gevoel dat er iemand wakker van ligt. Het is leuk dat ze elkaar weer zien. Maar hij is net goed er wel vertrokken. Dus dat zal interessanter worden als het over een paar maanden in de Champions League is. En hij daar ook echt zich gemanifesteerd heeft, denk ik. Maar goed, het is altijd leuk om oud-Ajax, denk ik, op zo'n manier weer terug te zien. Kunnen we nog iets verwachten vandaag op VE Pro van jou of niet? Ja, dat is wel de bedoeling. We moeten blijven werken hier natuurlijk. Die mooie omgeving. Nee, vanochtend inderdaad de vaart met Overmars. Met alle ins en outs wat hij aangeeft van hoe hij tegen dingen aankijkt. Dagelijks dagboek vanuit hier. Met wat er op het trainingsveld, rond het trainingsveld gebeurt. Het komt vanmiddag weer ergens op Co. En vanavond een stuk over Berghuis. Hoe hij zich hier laat zien. En ook met de visie van Overmars over de komst van Berghuis. Dat zijn dingen die vandaag op PI Pro te verwachten zijn. En ik denk dat we dagelijks met bijdragers op die manier wel vanuit hier berichten. En ik denk dat wij elkaar ook wel weer ergens in de komende dagen spreken, toch? Ja, auf Wiedersehen, hè, zeggen we dan. Tjus, auf Wiedersehen. Succes daar. Freek. En jongens, jullie natuurlijk bedankt voor het kijken. Tot de volgende video.